krijg veel vragen over, Arjan, wanneer moet ik nou water geven en hoeveel? Nou, de beste tijdstip is zeg maar voor 8 uur, want dan heb je minste kans dat je schimmelvorming krijgt. En de plant neemt het gelijk het vocht op wat ze nodig hebben die dag. Wat is nog meer belangrijk, is dat je zorgt ervoor dat je het water niet te veel op het blad brengt. Het mooiste is om met een druppelbevloeiing water te geven. Dat is een slang met allemaal gaatjes erin en die druppelt heel langzamerhand het vocht in de grond en bij de kluit van de plant. Heb je die niet, doe het dan gewoon met de tuinslang. Maar richt dan niet de tuinslang op de planten zelf, maar op de kluit van de plant, zodat hij het ook gelijk kan opnemen en je dus geen last hebt van schimmels. Ja, hoeveel dan? Dat is ook altijd mensen denken altijd dat ze al heel snel genoeg water hebben gegeven. Nou, weet je, je moet minstens zo'n plant, en dat moet je niet in één keer doen, maar loop er een paar keer langs heen dan met de tuinslang. Maar minstens een half uur loop je gewoon op zo'n stuk zoals hier met je tuinslang heen en weer. En zorg ervoor dat die grond goed nat is. Als die goed doordrenkt is, dan zie je dat ook wel echt duidelijk. En het mooiste is, als je je vinger in de aarde steekt en hij is op een centimeter of 2 goed vochtig, dan weet je dat je goed water hebt gegeven. De hoeveelheid water is ook afhankelijk van je grondsoort. Zit je nou op een zanderige grond, ja, dan moet je echt wel meer water gaan geven, want dan zakt het water sneller weg. Ja, dan ben je het dus ook eigenlijk kwijt, het water. Maar zit je bijvoorbeeld op een kleigrond of een veengrond, ja, dan kan je met wat minder water ook af, want die houden het vocht veel beter vast. Dus kijk ook goed waar je tuin op ligt, zeg maar. Is het zandgrond of veengrond? Daar kan je dan je waterhoeveelheid op aanpassen. Heb je nou je tuin goed water gegeven, vergeet je potten dan niet, hè? Want die hebben eigenlijk nog wel meer water nodig als je tuin, omdat die planten staan eigenlijk in een hele kleine ruimte. Dus vergeet die zeker niet water te geven en misschien wel ietsje meer dan de tuin op zich. Mijn voorkeur gaat uit om dat niet met een tuinslang te doen, want dat gaat altijd een beetje met te veel geweld en er komt eigenlijk te veel water gaat er naast de pot komen. Dus ik doe het gewoon lekker met een gieter. Kan je veel beter doseren. En doe dat ook niet in één keer die hele gieter in een pot leegkieperen. Doe dat beetje bij beetje, want wat gebeurt er als je die gieter in één keer helemaal leegkiepert in de pot? Dan loopt het net zo hard aan de onderkant er weer uit en heeft de plant er helemaal niks aan. Dus beetje bij beetje, steeds, dat is het beste. Maar maak wel de gieter goed leeg in de potten, dus dat de grond goed nat is. Dan overleven je planten in de pot het ook, in de warme dagen. Hoe ideaal is dit? Je kan nu gewoon kijken hoe je tuin water krijgt. Zo'n zwengsproeier is natuurlijk ideaal om grote vlakken in je tuin water te geven. Ja, de vraag is ook, hoe vaak moet ik nou water geven? Nou, hou gewoon even voor het gemak 3 keer in de week aan. En als je 3 keer in de week goed water geeft, is meer dan voldoende voor de tuin. Krijg je nou dagenlang weer regen, ja, dan kan je de sproeier weer uitzetten en dan kan je weer wachten tot de eerste warme periode weer komt en dan begin je het weer op te bouwen tot 3 keer in de week. Ik ga denk ik ook mijn drankje nemen, want de sproeier doet zijn werk. Ik ga hem zo wel uitzetten, want het is eigenlijk midden op de dag en dat is natuurlijk niet ideaal. Lekker hoor, ik ben gelijk gedoucht. Tot de volgende keer!